Naar aanleiding van Stephanus was er, zoals gezegd, een vervolging losgebroken. Het verhaal lijkt even stil te vallen. Of te recapituleren, dat is misschien het beste. Even recapituleren. Want we zijn er toch wel op een strafpunt geraakt. De heidenen worden opgenomen in de zending van de apostelen. Hoe was dat nu weer gebeurd? Ja, terug naar aanleiding van Stephanus, een vervolging. En die vervolging die vertaalde zich dan in een diaspora, de verspreiding van de leerlingen en dus van de verkondiging. En met Filippus, Samaria en zo verder tot Caesarea. In Caesarea zelfs Cornelius. Dat was allemaal gebeurd. En wat de verteller nu doet, is duidelijk maken dat die beweging die wij hebben gezien, dat die slechts één voorbeeld is. Want zij die hierdoor verspreid waren, trokken verder tot Fenicië, Cyprus en Antiochië toe, terwijl zij het woord alleen maar aan de Joden predikten. Dus in een eerste beweging heb je een geografische verspreiding die groter is dan degene die we tot nu toe hebben gezien, aan de Joden. Maar er waren onder hen mannen uit Cyprus en Cyrene die na hun komst in Antiochië zich ook tot de Grieken richtten en hun de Heer Jezus verkondigden. Is dit ook al gebeurd voor Petrus en Cornelius? Dat staat er niet. Het zou ook kunnen zijn dat dat naar aanleiding van de gebeurtenis van Petrus en Cornelius is. In ieder geval, wat we daar hebben zien gebeuren in Caesarea aan de zee, dat is ook bezig, horen we nu, in Antiochië. Er zijn verschillende steden die Antiochië noemen in die tijd. Je hebt Antiochië van Pisidië, dat in Klein-Azië ligt, in het midden van wat vandaag Turkije is. En je hebt Antiochië, dat toen in Syrië lag. Vandaag is het ook grondgebied Turkije, maar ligt dus aan het oosten van de Middellandse Zee. En dat Antiochië is een zeer belangrijke stad in het Romeinse Rijk. Het is waarschijnlijk op dat moment ongeveer de derde stad van grootte na Rome en Alexandrië, met misschien wel tot 1 miljoen inwoners, met een grote Joodse gemeenschap, misschien zelfs meer dan 10% van de mensen die daar waren, waren Joden. Maar dus een zeer invloedrijke stad. En er wordt nu verteld dat degenen die in Antiochië gingen vertellen over Christus bij de Joden, dat die zich ook richtten tot de Grieken. En daar bedoelen we dus mee de heidenen. En ze verkondigen hun de Heer Jezus, staat daar. Niet Jezus Christus. Want om het woord Christus te gebruiken, veronderstel je dat er een verlangen is naar de Messias. En dat er dus enigszins een connectie is met waar Joden naar uitkijken. Zelfs als je nog heiden bent, dan kan het zijn dat je toch iets weet over het verlangen naar degene die de redding zal komen brengen vanuit de Joodse context en dat je hoopt dat dat inderdaad gebeurt. Dat kan. En dan heeft het zin om over de Christus te spreken. Maar als je daar niet in mee bent, is dat een woord dat je niet moet gebruiken. Heer daarentegen is zeer relevant. Dat is degene die je aanbidt, degene die je gehoorzaamt. De Heer is de keizer van Rome. En zij verkondigen nu de Heer Jezus aan die Grieken die niets te maken hebben met het Joodse systeem. En dat is succesvol, staat er. De hand des Heren was met hen, zodat een groot aantal het geloof aannam en zich tot de Heer bekeerde. Zoals we het in het klein hebben zien gebeuren in Caesarea, zo is het in het groot bezig in de wereldstad Antiochië. Het gerucht over hun optreden kwam ook de kerk van Jeruzalem ter oren en men vaardigde Barnabas af naar Antiochië.
kijk, we zien hier een patroon. Het centrum is Jeruzalem. Daar zijn die 12 die niet mee in de diaspora zijn gegaan, maar die wel voortdurend geappelleerd worden om in te gaan op de ontwikkelingen. Dat was al zo in Samaria. Dat was zo door de tocht van Petrus, die uiteindelijk in Caesarea terechtkomt. En nu zal het ook zijn met Antiochië. En men vaardigde Barnabas af. We hebben al over hem horen spreken. Hij is degene die Saulus verdedigt tegenover de apostelen in Jeruzalem. Die getuige geweest is van de bekering van Saulus en zijn optreden in Damascus. Toen deze, die Barnabas, die namens de 12 gezonden wordt naar Antiochië, toen deze daar aankwam en Gods genade zag, God aan het werk zag, verheugde hij zich en wekte alle op met hart en ziel de Heer trouw te blijven. Je mag al een bekering hebben meegemaakt en in de naam van Jezus leven. Het vraagt trouw. En Barnabas heeft blijkbaar de kracht in zich om mensen zo te raken dat ze voor die trouw kunnen blijven kiezen. Hij was een goed man, vol van Heilige Geest en geloof. Veel mensen werden voor de Heer gewonnen. Toch is het zo dat die hele verkondiging van Christus aan de heidenen, dat is wel iets nieuws. Hoe doe je dat? Dat moet toch een grote aanpassing gevraagd hebben van die veelal Joodse verkondigers. Het zullen wel vooral de Hellenistische Joden geweest zijn die dit gedaan hebben, maar toch, hoe spreek je iemand aan die absoluut niet uitkijkt naar de Messias om de Messias te verkondigen? Barnabas weet raad. Daarop vertrok hij naar Tarsus om Saulus te gaan zoeken. Toen hij hem gevonden had, bracht hij hem naar Antiochië. Een vol jaar namen ze deel aan de bijeenkomsten in die gemeente en gaven onderricht aan een grote menigte. Barnabas kent Saulus goed. Barnabas zal weet gehad hebben van de zending van Saulus. Wie weet heeft hij Ananias horen vertellen over het visioen dat hij had. Weet je nog, Ananias die schrik had om Saulus te ontvangen. En die te horen krijgt van God, ja maar wacht, ik heb hem als instrument nodig om de naam van Jezus te brengen bij de heidenen. Barnabas zal dat onthouden hebben. En ziend wat er zich allemaal afspeelt in Antiochië, denkt hij, die moeten wij hebben. En gaat Saulus halen in Tarsus. Daar was hij naartoe gestuurd. Weet je nog, toen hij schrik had om vermoord te worden. Hij wordt bedreigd in Jeruzalem en de broeders brengen hem naar Caesarea en uiteindelijk naar Tarsus, staat er. En er is dus een tijd overgegaan. En we weten uit de Galatenbrief dat er sowieso al 3 jaar voorbij waren voor hij in Jeruzalem kwam. Dus tussen dat moment van die ontmoeting tussen Paulus en de vreze Christus, die hem roept en zendt, zijn er ettelijke jaren gepasseerd. Jaren waarop Saulus zijn roeping nog niet heeft kunnen waarmaken. Nu de openheid er is naar de heidenen, nu start zijn rol. Nu wordt hij het hoofdpersonage in het verhaal van God en dus langzaamaan in het verhaal van het boek Handelingen. Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd. We zijn de naam de aanhangers van de weg het eerst tegengekomen toen we de beweging zagen van Jeruzalem naar het noorden, Samaria, naar het zuiden, Gaza en zelfs Ethiopië.
nu het christendom zich richt tot allen, tot alle volken, nu krijgen we pas de echte identiteit te zien. Christenen betekent kleine Christusjes of Christusgelijkenden. We hadden het al opgemerkt bij de manier waarop Filippus werkte, bij de manier waarop Petrus rondtrok. Hier is Jezus zelf aan het werk in die mensen. En dat wordt de diepste roeping van de hele gemeente die wij kerk noemen. Christus vertegenwoordigen. Kleine Christusjes zijn. In die tijd kwamen er van Jeruzalem profeten naar Antiochië. Een van hen, Agabus, maakte door de geest bekend dat er over heel de wereld een grote hongersnood zou uitbreken, wat onder Claudius inderdaad gebeurde. De leerlingen bepaalden daarom dat ieder van hen naar draagkracht een ondersteuning zou zenden voor de broeders in Judea. Hieraan gevolggevend deden zij die door bemiddeling van Barnabas en Saulus aan de oudste toekomen. Dit lijkt wat raar dat dit nu opeens verteld wordt. Profeten uit Jeruzalem in Antiochië en een zekere Agabus. Profeten zijn mensen die namens God spreken en in de geest doet die man een voorspelling dat er een hongersnood komt. De tekst laat ook direct weten dat dat klopt. Het zijn geen valse profeten die onnozeliteiten komen vertellen. Nee, dit was werkelijk aan de orde. En dat leidt tot giften vanuit Antiochië aan de kerk in Jeruzalem. Doet je dit aan iets terugdenken? Aan het moment namelijk dat er in de groeiende kerk, nog in Jeruzalem, blijkt dat er wat onenigheid ontstaat, gerommel ontstaat, omdat de weduwen niet dezelfde zorg kregen als ze van Helleense afkomst waren dan wanneer ze van Hebreeuwse afkomst waren, hebben we gelezen. Het is de aanleiding om mensen aan te duiden die specifiek die rol moeten opnemen. Dat heet daar de diaconie, de zorg, de ondersteuning aan de tafel. Ervoor zorgen dat de noodlijdenden in de gemeenschap allen het nodige ontvangen om te overleven. Dat zat toen in de spanning binnen Jeruzalem tussen die Hebreeuwse christenen en Hellenistische christenen. En toen waren het de Hellenisten die achtergesteld waren. Hier krijgen we eigenlijk eenzelfde beweging, maar nu veel groter. Tussen Antiochië en Jeruzalem. Antiochië, een top Hellenistische stad. Jeruzalem, het centrum van het Joodse, christelijk, Hebreeuwse leven. En de nood om aan een diaconie van de tafel te doen, alleen nu in omgekeerde richting. Het hart van het gebeuren is hetzelfde gebleven. Namelijk de boodschap dat als je deel uitmaakt van die ecclesia, als je christen bent, dat niemand van je eigen broeders en zusters, hoe ver ze ook verwijderd zijn, noodlijdend mag blijven. Dat dat vanzelfsprekend een gevolg is van het leven in Jezus' naam in de gave van de geest. Wat tot nu toe in het klein beschreven is, in die korte stukjes waar staat, de volgelingen, zij bezaten alles gemeenschappelijk enzovoort, dat wordt hier op het niveau geplaatst van deze groeiende gemeenschap die langzaamaan over het hele Romeinse Rijk zal verspreid geraken. Tot het uiteinde der wereld. De richting verandert tussen Hebreeuws en Hellenistisch. De proporties vergroten. Maar het is precies hetzelfde.
De kerk blijft zichzelf.